Dag mensen, goedenavond. Daar zijn we weer. Goedenavond! Nieuw seizoen, keur met peren. En gelijk weer een bank om van te watertanden. Zo hebben wij bijvoorbeeld Ruben Nicolai op de bank zitten van RTL 4, voorheen bij BNN. Daarnaast hebben wij ook Gigi zitten. Die is bekend van het programma Niet Lullen, maar Poetsen. We gaan hem vandaag beter leren kennen. En ik wil wel eens even weten, waar heeft u nou meer verstand van? Van poetsen of van lullen? Ik heb wel een idee. Welkom bij Keur met Peren. Nou, ik heb nogal wat borsthaar, dus ik dacht... Ja, dat viel mij op het strand. Je kunt je laten trimmen. Ja. Moet je überhaupt niet eens in een bakje met Fiat gaan zitten? Want het zit overal. Je bent behaard. Ik zag hem, zag hem uit het zwembad kruipen. Fiat. Zelfs... Ontharingscreme. Oh, dat. Ja. Okay. Het zit zelfs op zijn rug. Hij kroop uit het zwembad, leek Godzilla wel die eruit kwam. Oké. Okay. Nee, maar geen woord aan gelogen. En die zei tegen mij, zwem jij nou met een trui aan? Ja. Het was nog net geen kooltrui. Nee, maar heb jij daar wel eens commentaar op gegeven? Ik laat me wel eens... Ja? Serieus? En laat je je ook harsen?